Hallo, Link 21 hier, 2155 hier. Vandaag weer een nieuwe aflevering van Monster Hunter World. Wat hebben wij de vorige keer gedaan? Wij hebben vorige keer een... Hey there, partner. Even kijken, hoe heet het? Oh ja. We hebben de vorige keer een... iets andere opdracht gedaan. We hebben dus de investigation opdracht gedaan. En de investigation opdracht was dat we even jacht moesten maken op de Jargas. Nou, dat hebben wij dus verder gedaan. Dan laten we vervolgens vandaag nu even zitten. Je kunt het blijkbaar zo vaak doen bij jezelf wat nodig te vinden. Wij gaan dus nu achter dat vogeltje. Pukai gaan wij dus aan. Ik denk dat mijn personage sterk genoeg is om hem neer te halen. Het zal wel een beetje lastig worden met de T-Rex en de beestjes die je al gedaan hebt. Oh, voor meerdere players? Nee. Pukai, die moet hier dus, hier ergens zitten. Dus we gaan hierheen. We jagen er gewoon direct op los. Wij gaan niet wachten op meerdere personages. Mocht het me niet lukken, dan vragen wij gewoon, sturen wij wel zo'n flat de lucht in. Oh ja. Goed. Eens even kijken, ik zie de antenne van de T-Rex zie ik zo 1, 2, 3 niet. Ik zie ook niet waar onze Jagger zit. Nou, meestal zit hij toch hier altijd wel. Ja, de T-Rex zien we vanzelf wel voor de dag komen. Wij gaan gewoon voor onze papegaai. Woehoe! We hebben ook weer 50 minuten de tijd om hem omver te werpen. En als we het over de grote T-Rex hebben, dan is hij net aankomen huppelen. Dus ik maak even dat we dekking zoeken. Heel veel glas van een snotneus. En de dame die ik zoek, die vinden we dus net even niet. Oei oei oei, daar komt hij weer aan. Ik weet niet wat het deze hier even aan te zoeken maar. Ja, dat is even weer een fijne vent.
Nou, we zien hem in ieder geval op het scherm. Onze andere dino, die zit dus daar. Nou, volgens mij is een man. Ik had er best nog eens onder zich opval. Dat wil voor het eerst vinden. Dan is je grote papegaai heen gegaan. Dat is één weer. Kom op. Oh.
En daar word je zo moe van. Wat is hier in de godsnaam, hè? Dang het! Daar hem even goed te pakken, vriend. Want ik had hier gewoon wel sneller moeten zijn. Dat er nog meer op moet. Ik
Ik weet niet dat hij ook wel kon klimmen. Nou, ik loop helemaal verkeerd, zie ik.
Dit zijn nou eens goede zaken. Eindelijk. You've done well. And listen up. It's time to begin the Elder Dragon investigation. Make sure you know what you need to do. So now we need to protect the scholars. Let's regroup at the Wildspire Waste. Oh.
de Welburn, die laten we nog even op ons wachten. Dan moeten we weer naar het Westland doen. Dat hoop ik niet natuurlijk. Nee, volgens mij kan ik daar al aan. Ja. Aha. Nou, wat gaan we dus doen? We gaan even deze kant op. We gaan nog even een klein stukje doen. Even een beetje de tijd aan te vullen. Zoals je dus zag, hadden wij dus verschillende questen opengemaakt. En volgens mij had ik dat al een keer uitgelegd. Dan kun je dus gewoon hier rondlopen zolang je dat zelf nodig te vinden. Je materies op te halen, andere quests te volbrengen, onderzoeken doen, wat allemaal nog voor dicht zit, wat je nog niet ontdekt hebt, etcetera, etcetera, etcetera. Nou, we hebben dus waarschijnlijk de opdrachtjes nog te doen. Ik weet niet of dat ergens zo te vinden is. Nou, je kunt hier nog SOS-flair vragen. Oh, dat is onze poezeman. Oké, dat heet ook. Nee. We kunnen onze opdrachten althans niet zo 1, 2, 3 vinden. Maar we kunnen wel eens even naar... onze items weer een lichtelijk beetje aanvullen, zoals een thunderdood gaan ze vaak nodig, althans een knockout gaan ze vaak nodig is. Niet dat we daarop zitten te wachten natuurlijk. Nou, van mij ben ik vergeten te eten, eigen idee. Zoals je ziet, onze grote vriend is ook weer aanwezig. Nou, die heeft blijkbaar niet zo heel veel zin in ons tegel op ons te nemen. Nou, ik ga er ook niet uit aan vliegen, daar hebben we ook weer zin in. Wat ik wel begrepen had van mensen die... al iets vaker Monster Hunter games hebben gespeeld, moet je gewoon alles vinden, alles zoeken, etcetera, etcetera, om gewoon mee te nemen. Maakt niet uit wat het is, gewoon meenemen. Heb ik in ieder geval nu heel veel aandacht hoor. En zo te zien van onze grote man in ieder geval naar het strand toe. Even hier lopen spelen.
Hier komen uit de kluiten van hagedis. Een beetje klaar dan. Gaan we gewoon even aan. Maak ons eruit. Zo, de Great Jugger is dus neergemaakt. Die doet niet meer mee. Nou, wat kunnen we nog meer doen? We kunnen ook nog beestjes vangen. Dat zijn die klotenvogeltjes wel trouwens heel erg irritant om te vangen. Moet ik zeggen. Nou, daar hebben jullie zo'n haast bij, in één keer. Ik weet niet waarom. Dan ben ik aan zijn weg gekomen. Nou, er is ons dus ook nog een keer gevraagd om iets te vangen uit het water. Dus we kunnen ons op onze dooi gemaakt ook nog een keertje vissen. Ik geloof dat er aan zijn T-Rex aanwezig is. Dus we gaan er even bij dat vis kunnen we altijd nog even doen. En dan hebben we in één keer een heel mooi kleintje. Nou ja, dat wil ik nog eventjes laten zien voordat we af gingen sluiten. Je kunt dus beestjes vangen. Onder andere. En.
Maar daar krijg je dus ook weer een volop informatie van wat ze wel en niet kunnen. Nou, dat koken, dat hebben we ook al een keer laten zien. Nou, dit is de rauwe versie. Ja, tuurlijk. Beetje bad. Oh, dat is neer. Ik heb geen flauw idee wat die doet. Maar... Nou ben ik. Ook een idee wat die uitvloot. Oh ja, de spit. Nice! That looks so tasty. Oh yeah, I know. Wel done, steak. Nou, hop, vergeten met die bende. En zo ben je dus helemaal aangekomen. Nou, en als je dus eten nodig hebt. Deze beesten doen eigenlijk gewoon helemaal niks. Een beetje naspakkelen. Hop. En zo kom je dus aan je vlees. Vonden we. Goed, dit was dus de aflevering achter God, dat andere beest is alweer levend. Nou goed, laat me lekker gaan. Ja, wat wil ik zeggen, dit was dus de aflevering achter Pukai Pukai. We hebben hem dus verslagen, we hebben even een klein stukje laten zien wat je nog meer kunt doen. En waar je het vlees vandaan kan halen. Voor de rest is het eigenlijk, we spreken een klein beetje voor zich. Helemaal weer. Hij heeft vriendjes meegenomen. Doe je een beetje maar. Ah, kijk eens. We kunnen dus lokken. Nou, dat kleine stukje vlees dat hier dus ook bij beneden is, want... Meneer, die vergeten we nog eventjes smakelijk op daar. Een stukje kip had hij niks. Daar is hij. Nou ja, goed. Zoals je dus kunt zien, deze jongeman die laat je gewoon verder met rust als je hem niet aanvalt. Link 2155 gaat nu weer afsluiten. Ik hoop dat jullie genoten hebben van deze aflevering. Een beetje wakkere aflevering op het eind. Mochten jullie het leuk hebben gevonden, ik zou zeggen, klik op het duimpje omhoog. Mocht je het niet leuk vinden, klik op het duimpje omlaag. Laat nog een leuk berichtje achter van hoe, van als er nog wat verbeterd kan worden, ja of nee. Wil je meer zien van mijn afleveringen van Monster Hunter World of een andere filmpje? Klik op abonneren, klik op het belletje voor alles of niet alles. En dan zie je meer van mijn afleveringen als je dat doet. Link 2155 gaat afsluiten en tot de volgende keer in de aflevering van Monster Hunter World.